Even doen eigenlijk mijn tenen vetten en ik ben tussendoor even lekker editen. Over een paar weken is er natuurlijk ook weer stemmen trouwens, wil ik even over hebben. En ik zat al te kijken, ik weet totaal niet op wie ik ga stemmen, maar... Supertof dat je kijkt naar Gloedeel Vlog. Mijn naam is Van der Pas, zoals iedereen weet natuurlijk. Ik ga nu klaarmaken om lekker richting werk te gaan. En eerst lekker wakker te worden. Ik heb meteen ingesmeerd met de zalf van. Met de crème in ieder geval. Dus dat is ook weer gebeurd. En nu maar lekker even wachten om op te starten. En dan lekker richting werk. Morgen heb ik wat anders te vertellen, maar daar kom ik morgen op terug. Want morgen moet ik niet werken. Zoals jullie hebben gehoord, waarschijnlijk tweede vlog terug. Heb ik gemeld dat ik niet hoef te werken namelijk. Wat dat de reden is, gaan jullie morgen zien en horen. Misschien zien trouwens. Ik moet nog even achteraan. Maar in ieder geval sowieso horen. En ja, nu maar klaarmaken om naar werk te gaan vandaag. Oh, wat heerlijk, zeg, de knijters. Oh. Lekker met hun leven, met de pilswees chillen. Lekker zitten op een kwebbelen, alles en nog wat. En ja, ja. Je hebt de hele tijd niet zitten mouwen. Dat Rick hier was. En Rick is weg en hij zit te mouwen. Wat is dat? Hé. Hey. Kom eens, grote vriend. Hé. Hey. Wat is dat allemaal? Hé, hey, wat is dat nou? Eerst heeft hij niet zitten mouwen. En Rick is weg en jij zit te mouwen. Maar dat was even super gezellig. Hij heeft even lekker een bakje koffie lopen doen. Van mij gezellig. Hij zat daar op de bank. En Ranja zit hier bij mij. Hé, boef? Hé? Maar ja, was even super gezellig met hem. En ik heb nu lekker weekend. Dus ik ga dingen achter de computers doen. Even dingen hierop en daar. Morgen wel vroeg op. In ieder geval waarom. Gaan jullie morgen horen. En volgens mij heb ik het al gemeld, maar dat weet ik niet meer zeker. Wat ik nu ga doen is lekker achter de computer zitten. Ik draai mijn ding om. Ik ga lekker mijn pootjes erboven zitten. En ik zal net lekker Rick echt oude nummers kijken. Luisteren van Bassie en Adriaan. Oh, oh, oh. Maar als ik kijk, ik kan nog herinneren, ik ging vroeger... Zo, de eerste wasje zit erin. Ze is eruit. Alleen de tweede was moet nog gebeuren. En ik ga even lekker even Gaia eten geven. Ja jongen, jij krijgt eten. Jij krijgt eten. Ja jongen.
Vlees zakje pakken natuurlijk. Oh, die staat hier zo. Oh, hoppakee. Zo, even lekker eten opgehaald bij de groep. En dat is lekker nasi met pindasaus en kroep. Kroek. Zo. Kroek. Koek. Koek. Maar oké. Okay. Maar dan ga ik dat lekker eten. Oh, dat is niet zo erg zijn te denken. Een koek. Oké. Maar ik ga even lekker eten. En laten we er lekker van genieten in ieder geval. Oh, nasi. Lekker met kroepkoek. Kroekkoek. En er zit eentje die ook dat wilt. En die ga ik gelijk weg. Lekker vind ik, wat ik heb eerder verteld. Met lekker kroekkoek en pindasaus. Ik doe altijd. Ben ik trouwens aan het eten. En dan... Ik ga even één ding doen. Even al die kroekkoek daar neerleggen. Want... Yo, wat ik nu weer ga doen is even lekker meteen ontsmetten. Heerlijkste te eten. Nou, heerlijk is een beetje een ander verhaal. Ik zeg eerlijk, smaakt die niet verkeerd. Ik vind dat ik gewoon eerlijk moet zijn. Maar ja, ik vond het droog. Vond het plakkerig. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Dat was het enige wat ik vond. Eigenlijk. Maar. Ik ga even lekker mijn. Tenen. Even ondervetten. Want dan moet het ook even gebeuren. Welkom bij de vlog van Enzo Knol. Ben je met mijn meisjes en we maken lol. Weet niet of jij dat overstond. Dat was Benny op de achtergrond. Elke dag een nieuwe show. Nieuwe show. Lachen ga je sowieso. Hier, ik kom nooit te laat. Ik zorg wel dat je op YouTube staat. Ik kan jullie wat vertellen. Ik ken die tekst uit mijn hoofd, hè, van Enzo Knol. Welkom bij de vlog van Enzo Knol. Ben hier met mijn maatjes en we maken lol. Ik beter maar niet meer gaan zingen, want de klonk voor geen cent. En waarom? Ik zit gewoon in een vuilniszak van, die ga ik morgen maar ook weer weggooien. Van, die zat er gewoon in een vuilniszak. Echt ongelooflijk boogvis is dit. Maar ja, ik ga nu maar even klaarmaken om lekker mijn bed in te gaan. Wat ik tegen jullie zeg is dat ik jullie allemaal wil bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. En vonden jullie deze vlog leuk, doe sowieso een blij duimpje omhoog. Ben jij trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zou het tof zijn. Als je je mee abonneert en zeg ik alvast veel kijkers een groen nieuwe vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij later. Even doen eigenlijk mijn teen invetten en ik ben tussendoor even lekker editen, maar ik ga even mijn teen invetten. Oh, de tube even bijhalen.
En dan even gewoon lekker sokjes uit. Oh, even wouden opstropen. Oh, nou, ik hoor ook gelijk een gelukkig nummer aankomen. De Journey Man. En hij die na 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 na. Maar ik heb een beetje last. Maar het is niet echt pijn, als ik eerlijk moet zijn. Gewoon meer met... Met lopen eigenlijk. Daar heb ik meer last van. Zo. Oh, even zo in vetten. Zo. Zo, hè, het is eenmaal ingevet meteen. Alleen zit wat wit op. Maar het klinkt raar wat het is, maar dit is ja. In ieder geval ingesmeerd, dat is het belangrijkste. En dus voor mij zei ze ook toen een pleister op. Maar dat weet ik niet zeker meer. Of ja, mensen hebben wel pleister op gezeten. Nou ja. Ik ga denk ik algemeen even pleister op doen voor het stoten. Want anders wordt het ook alleen maar gevoelig. Weet je, om die manier een beetje rust te krijgen. Dus dat is wel natuurlijk even belangrijk. Want dat moet hij juist hebben meteen. En daardoor doet het pijn. Dat daardoor gevoelig is. En hij is rustig in ieder geval. Ja. Dus, maar ik hou hem nog veel even gaten. Dus. Ja, laten we dat even doen. En ik ga even wat lekkers pakken. Tussendoor ben ik ook aan het editen namelijk. Dus dat ga ik even afmaken. Over een paar weken is er natuurlijk ook weer stemmen trouwens. Wil ik even over hebben. En ik zat al te kijken. Ik weet totaal niet op wie ik ga stemmen. Maar... ik heb wel je hebt de tegenwoordige app of de website waar je kan kijken wat welke partijen voor beste je uitkomt. Of dat waar is, dat is keuze aan jou. Nou, in ieder geval, ik had al een lijstje gemaakt, maar misschien ga ik dat morgen binnenkort opnieuw doen. Dan weten jullie dat ook, dat morgen opnieuw laten zien op wie ik ga stemmen namelijk. Tenminste, niet echt stemmen, maar wie van mij bovenuit komt. Dus nou. En ik ga ook klaarmaken vast om lekker een bedje in te gaan. Maar wat mijn uitkomst is, welke partij voor welke bestheid van stemmen, laat ik jullie morgen weten. Maar wat ik wel weet is partij van de... De boeren, nog wat. En CDA, een partij van de piraten of zoiets. Ja, mensen, ik ken die twee partijen niet, wel CDA kent bij iedereen. En ik zit nog wel te bedenken op wie ga ik stemmen, want. En het is best wel belangrijk. En laat weten in de reactie of jullie al weten op wie je gaat stemmen. Hoeft niet per se gezegd te worden natuurlijk. Het mag ook gewoon privé zijn. En het is eigenlijk ook gewoon privé aan de ene kant. Maar iedereen heeft zijn eigen woordje erin. Of diegene wil het zelf zeggen of niet. Dat is iedereen zijn eigen keuze erin. Dus. Maar ja, laat even weten in de reactie of jij weet al wie je gaat stemmen. Laat het zo zeggen. Ik ga zo meteen al klaarmaken om bij de bed te gaan. Het is 9:30 namelijk al. Half 10 bedoel ik. Ik ga nog even lekker kijken en dan lekker mijn nestje in. Ik ben nog een paar kleine dingetjes doen achter de computer en dan ga ik lekker richting bed en lekker een bedje opzoeken. En ja, laten we dat ook gelijk doen en wil ik gelijk ook hier bij vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk, doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben jij trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zou het tof zijn als je hier beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijk via Groene Eeuw vlog. Om 1:00 en dan zeg ik hierbij laters. Oh, mijn pizza is klaar, yes!
mensen in de reactie van mijn vlogs